Breda Nu. Je weet het meteen. Wie ik ben? Ik ben Daan Kwaas, ik ben 39 jaar, geboren en getogen in Breda. Ik ben echt een Breda's jongetje. Heb 4 jaar in Tilburg gestudeerd, maar ben toen snel teruggekomen. Toen mocht ik boven Jansen gaan wonen. Ik woon samen met Mirjam, heb 3 kinderen, Job, Nout en Frederiek. Het zijn 10, 7 en 5. En je kent me uit de Breda's politiek. Ik ben 12 jaar raadslid geweest en sinds juni dit jaar ben ik wethouder. Ja, fantastische baan om voor deze mooie stad te mogen doen. Ja, mijn favoriete plek is eigenlijk dit, daar staan we nu. Hè. We staan op de 3e omloop van de Grote Kerk. Ik kom hier niet al te vaak, hè. Maar als ik hier ben, dan is er iets heel moois. Want als je rondkijkt, kan je gewoon de hele stad zien. Ik kan alle locaties waar ik heb gewoond, kan ik zien. Ik kan zien waar ik dagelijks mee bezig ben. Het bouwen in de stad, de opgave die we hebben over 6000 woningen die moeten komen. Maar ook mijn portefeuille evenementen, sportevenementen die gewoon in de stad plaatsvinden. En als je heel goed kijkt, zie je zelfs af en toe een vuilniswagen rijden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om zo over je eigen stad uit te kunnen kijken. Als het gaat over jeugdherinneringen, ja, die heb ik er echt heel veel in Breda. Maar als het om de kerk gaat, schiet me de volgende wel te binnen. Dat is namelijk dat ik was een klein jongetje en dan 1 keer per kwartaal krijgt iedereen natuurlijk de kinderbijslagen. En dat kregen wij thuis ook. En dan gingen we met mijn ouders naar de stad en dan gingen we nieuwe kleren kopen. Dat was altijd op een donderdagavond, hè, want mijn ouders werkten en dan konden we op donderdagavond op de koopavond naar de binnenstad. En dan gingen we al die winkels af en daar hadden we dan geen zin in. En mijn vader die had altijd zin in een kroketje. Dat was toen nog de Haphoek, hè. Nu is dat de Houtmarktpassage. Kon je voor 1 gulden kon je 2 van die kroketjes uit de muur trekken. En, nou ja, mijn moeder liep altijd door, hè. Die dacht, ja, dan gaan ze weer aan de kroketjes. En wij stonden dan s'avonds en na het eten nog even lekker te smikkelen. Waarom is Breda zo'n fijne stad voor je en waarom woon je er graag? Ja, weet je, volgens mij kan ik daar 20 antwoorden op verzinnen. Dus ik moet even nadenken zeg maar, wat het beste antwoord is. Ik ben hier geboren en getogen. En dit is de plek ook waar ik deze baan wil vervullen. Ik wil bouwen aan mijn eigen stad, zo voelt het ook. We staan hier bij de kerk. Hè, voor menig echt Bredaner is toch wel het icoon van de stad. Hè, het weer thuiskomen van vakantie en die grote kerk zien. Ja, daarom woon ik ook zo graag in de stad. Alleen dit is al mooi om te horen, dat je hier staat en dat je dit geluid hoort van je eigen kerk. Ja, mooier dan dit kan ik het niet maken. En dit is mijn plek. Breda Nu. Je weet het meteen.